Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Langzaam maar zeker krijgen we te maken met meer bewolking in ons land. En af en toe valt er ook wat lichte motregen, met name in Zeeland. En die lichte neerslag breidt zich heel langzaam over de rest van het land uit. Maar vanochtend merken we daar op de meeste plaatsen nog weinig van. In het oosten en noordoosten misschien zelfs nog even de zon. En geleidelijk neemt de bewolking verder toe en lopen de temperaturen ook op. Vanmiddag is het 6 tot 9 graden. Met op meer plaatsen wat licht gespetten. Maar de hoeveelheden stellen nog weinig voor. Een matige Zuid- tot Zuidoostenwind. Vanavond gaat het dan harder regenen op meerdere plaatsen in ons land. En de Temperaturen lopen eerder nog wat verder op dan dat ze gaan dalen. Aan het eind van de nacht bijvoorbeeld is het al 11 graden. En morgen overdag krijgen we maximum temperaturen van een graad of 12. Het is een groot deel van de dag morgen bewolkt met af en toe wat lichte motregen. Pas in de avond regent het wat harder. En dan hebben we een opmaat naar een wisselvallige en zeer zachte periode. Vrijdag wordt het 11 of 12 graden. Het regent geruime tijd, vooral rond het middaguur. Een breed begrip, dat geef ik toe. Later op de dag in het westen, misschien een paar opklaringen. Zaterdag en zondag ook wisselvallig weer. Soms veel wind en temperaturen in de buurt van de 9 graden. En zondag doen we het met een graad of 8. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.